vandaag ga ik de auto wegbrengen voor een transformatie. Let's go. This is a man's world. This is a man's world. Ja, voor deze aflevering ben ik in Oudekerk aan de Amstel. En dan sta ik bij de grootste fitnessgoeroe van Nederland. Tenminste op YouTube. Hey. Anthony Kruiver gewoon. Alles goed, joh. Ja, zeker. Leuk om je weer te zien. We hebben al een keer eerder opgenomen. Ja, en toen had ik al een beetje opgeschept over zijn BMW. Een 2 liter 4 serie Cabrio. Maar het is iets speciaals. En ik ga nog niet zeggen wat, maar we gaan hem nu ophalen, want hij staat hier nu niet. Ja. En iets speciaals, hè? Klopt, zeker. En hij is helemaal zenuwachtig. Want we gaan naar Hoofddorp. Oh! We zijn er. Auto van de eigenaar, om niet missen. Oh shit. Jullie mogen die weer zien. Wat? Moet een beetje awkward liggen om een mooie shot te pakken. Ja. We liggen nu gewoon in zijn BMW. Anthony, deze auto is uit 2016. Ja. En ik ben een tijd geleden met jou gaan fitnessen. Toen zat ik er ook in. En toen maakte ik nog grapjes erover. Want toen had je hem samen met je vader. Maar je vertelde me net iets. Deze auto is nou van... Ja, ik heb hem overgekocht. Ja, dik hoor. Zo'n jonge jongen. Na 2 jaar, want ik reed eigenlijk als enige in deze auto. Maar mijn vader had hem gekocht. Want het hele verhaal was eigenlijk kort samengevat. Ik wou een cabrio. Ja. En ik ging snel naar een Audi A3. Dat was gewoon een beetje de prijsklasse wat gewoon voor mij realistisch was. Wat rendabel was. Wat precies. Reëel was. Precies. En mijn vader vond een cabrio ook een leuk idee. Maar die was niet fan van een zacht dak. En deze 4-serie heeft een hard dak. Zo'n hardtop. Dus eigenlijk heb je een beetje 2 auto's voor 1 prijs. Van 1, En het is wat mannelijker, vind ik. Ik vind zo'n softtop iets vrouwelijker. En ik ga nu op mezelf wonen en ik moet ook mijn parkeervergunning op mijn eigen naam. En dan moet die auto ook op je eigen naam staan. Mm-hmm. En ja, ik wou eigenlijk er ook wat moois mee doen, weet je wel. En dat zou nooit mogen, omdat het mijn vaders auto was. Ja. En nu kan je het zelf bepalen. Precies, nu mag ik het zelf bepalen. En het is een 4-serie 2 liter de Ja, klopt, 430i. Dus de 430i. Ja. Ja, 430i. Hoeveel pk heeft hij deze? 250, Kijk, dat gaat wel. Ja. Automaat, belangrijk. Ja. Ik ben op zoek naar een automaat. En dit is dus de 4-cilinder. De 440 heeft 6-cilinder. Dus dat is het verschil. Oh ja, dat is het verschil. Ja. Ja, klopt. Maar die velgen zijn ook nieuw, toch? Dit zijn andere velgen dan dit zijn andere velgen. Dit zijn een soort van M-velgen. Maar de velgen die ik hiervoor had, die pasten niet zo goed bij deze kleur, zeg maar. Dus nu wat meer richting zwart in plaats van dat chromige. Gold Dust heet het, hè? Ja, dit is de Gold Dust Wrap. En ja, dit vond ik gewoon uniek. Ja, want hoeveel auto's rijden nu zo rond in deze wrap? Bijvoorbeeld in Nederland? Ja, in principe ben ik de tweede voor hoever we het weten, Dus er is een andere die ook deze kleur, dus het apart. En die had ik gezien en daardoor durfde ik deze keuze te maken. Ik had hem niet in het echt gezien, maar wel op het plaatje en het sprak me aan. Ja, ik vond het heel ziek, ja. Dit zijn dus soort van samples wat ik meekreeg, want dit was de Satin Gray. Dit is Mercedes meer. Ja, klopt. Dit is Mercedes-achtig. Juist, precies. Je kan het nu niet zo heel goed zien. Nee. Dit is wel dat Nardo Grey, dus dat is zeg maar nu heel erg in. De Audi. Ja, Audi ik zou zien hem kijken. En dit is de Gold Dust. Ik vind hem ook het mooiste. Maar ik moet ook bekennen, hij had maar gewhatsappt en toen had ik ook die gekozen. Ja, dus klopt. Ja, dus dat is wel leuk. Ja, ik wil toch mijn mening erover hebben. Ja, precies. En die gekke kinderen hebben zijn mening, daar moet hij ook zijn mening over geven. wat heb jij met BMW? Waarom is het eigenlijk BMW bij jou? Ja, het grappige is, ik was dus echt een Audi fan, want mijn vader reed een Audi A5 lease auto en ik vond dat zo'n geweldige auto, dus ik dacht gewoon gelijk aan A3 of in een snellere, duurdere variant, een S3. Ja. Maar gewoon dat harde dak had mijn vader me overgehaald omdat hij hem kocht en toen ging ik erin rijden en ik was dus, BMW was altijd mijn tweede plek, Mercedes mijn derde plek. Wow. En ik zou bijna nooit een andere auto kopen dan Audi, BMW of Mercedes. Wil je Anthony volgen? Het is niet alleen maar met auto's is hij bezig en ook niet alleen met Rolexen. Hij doet ook heel veel met fitness, met zijn lichaam, dat kan je ook zien. Ja. En hij is eigenlijk wel de bekendste fitnessgoeroe een beetje op YouTube in Nederland. En dat is ook eigenlijk zijn werk. YouTube is niet zijn werk, nee. Fitness, lichaam, toch? Ja. Lifestyle. Ja, ik help mensen met schema's op maat. Ja. Daar leef ik nu een beetje van en daar heb ik deze auto vooral aan verdiend, zeg maar. Vooral, ja. Dus wil je hem volgen en zijn auto? Deze auto dus. Check zijn kanaal. Yes! De mensen die me wat fanatieker volgen, die weten dat ik een aantal weken geleden een Porsche 911 Carrera S mee naar huis had. 6 cilinders, 420 pk. Een echt beest.
hebt de Porsche. Porsche 911 Carrera S. Nu anderhalf dag. Veel meer gereden, heel veel meer gereden. Ik denk een kilometer of wat zijn. 500, 600 al. En het is een goddelijke auto. Het is zo'n vette bak. Het is nu zoals je ziet een beetje, ik weet niet of je kan zien, maar het is nu 8:15 s'avonds, zondag. En een beetje aan het rondrijden. Ik ben nu met de kassen in Almere buiten. Maar even een beetje rijden. Even naar Lelystad gereden. Heel relaxed. En ik ben ook een beetje in zo'n rustige vibe nu. De auto gaat uit als het maar automatisch aan. Ook handig. En ja, het is, je wordt gewoon helemaal chill van met deze auto gewoon even rondjes rijden. Gewoon even een stukje rijden. Ik heb met mijn kinderen gereden met mijn neef Jari, die was bij mij. En ja, het is echt een speelgoedauto. Echt de droom van elke kerel. Gewoon de gewoon autoporno is dit gewoon. Echt super vet. Hij lijkt ook s'avonds gewoon mooier of zo. Kijk, het is dan s'avonds gewoon de verlichting er dan bij. Die spoiler maakt ook helemaal af. Ik heb nou open dat ik het uit had aanstaan. Ja, het is gewoon een meesterlijke auto. Helemaal van binnen afgewerkt. En dan voel ik dit alleen al. Dat geeft licht. Carrera S. Het is gewoon zo'n dikke walkie. En op s'avonds is het nog mooi weer de auto. Op een of andere manier. Verlichting alleen al. Dat maakt toch wel af. Daar dak ligt. Zo, dit is de laatste dag dat we de Porsche hebben, jongens. Gaan we afscheid nemen, niet joh? Vind je dat? We rijden gewoon rustig, het is nu 's avonds. We rijden nu 80, 78, 90, waar je eigenlijk ook maar 80 mag. We hebben de auto lekker aanstaan in Nio. We hebben de spoor er lekker uit. Sport. Ga je zo de sport plus doen? Neutraal, 1 is iets sneller. Je hebt 0 en 1 is iets sneller, snap je? En dan heb je de S Sport en Sport Plus. Dus de 0 is gewoon neutraal en dan heb je nog 1 standje iets hoger. Parkeer, stand, staat hij stil. We gaan nu naar beneden toe, dan staat de Mount Drive, maar we gaan nu naar links. En dan zie je hier ook het lampje, moet je even dit filmen. De M brandt nu, in plaats van de D van Drive. En nu kun je dus zelf schakelen. Maar staat dus 1, dus je ziet, kan je niet schakelen die rijdt. En dan gaat hij niet schakelen, ik moet op 2. Ik schakel nu zelf. En dan heb ik 2-1 weer. 1. Oh. Nou, je kan dus zelf schakelen. Het is meer een speeltje bij de auto. Ja, je kan hem wel eens 5 zetten. Nu rijst 5. Ik zat er ineens op. Hier. 2. Ik hoor dat ik zelf een schakel ben. Uit als het ook gewoon aan. Dus je hoort ook allemaal. Leuke optie, maar ik vind toch een automaat fijner. Hè, Nio? Gewoon met Sport Plus. We rijden nu in Sport. Tekent nu in Sport Plus dat die eigenlijk alle registers opengegooid, dat ook alle lampjes hier gebranden en de uitlaat staat dus aan. Dus echt een spoiler hè, voor de extra downforce die we gaan creëren. Oh, shit, mijn buik. Oh. Ja, dus is zo van de mensen, hè. We spreiden op een hele afgelegen industrieterrein natuurlijk, anders zou je dat nooit doen. En je ziet dat ding is een fucking vliegtuig, toch Neo? Een beest. Het is toch geen auto meer, het is gewoon een vliegtuig waar je zit. Dit is gewoon een panter, een Jaguar. Het is gewoon een beest, het is een beest met een wagen. Ik zag, dit was Sport Plus, dat was het allersnelste wat je kan hebben. Het is die extra turbo, die kickdown die erop trapt. Gewoon, het is één keer en dan trap je nog een keer in een... Hier is een ijswinkel, we kunnen ijs halen. Geen bus jongens? Nee. Hier is een ijswinkel. Ja, jij hebt je ijs, een ijswinkel. Maar het mooiste is nog, als je zeg maar een lange man met een kleine vrouw, dan kan je ook standje presets hebben. Kun je hem instellen en dan heb je gewoon een soort preset van hoe je stoel staat. En dit was de Porsche, morgenochtend gaat hij weer terug. En het was genieten. Oh, zijn het vergeten jongens? Dank. Oké, Porsche terugbrengen. Ja, jammer hè. We staan hier, alles hier ook. Op een hele vervelende locatie staan wij. In een box is dit. Kijk eens wat daar voor bedrijf zit. Daar zit een Bugatti, Bentley. Lamborghini zit erachter. Wauw hè. En hier staat een van ons even nog. Er zijn allemaal Porsches, dus de Porsche dealer. Dus
Die gele vind ik wel wat voor Nio trouwens daar. Ja, gele ja, die gele. En dat is ook mooi, deze box is een KVO. Heel apart. Alleen die kleur niet zo. En dat is Robbie dan wel meer die vond. Ja, ja, vind ik. Maar de Carrera is sowieso mooi. Ik heb de achterkant. Ja. Zo. De motorkap. Dan weet je dat de motorkap is. Ja. Oh, dat gaat vanzelf. Voorin zit er gewoon geen motor. Er zit wel weinig bagageruimte in. Dat vind ik wel een beetje jammer hoor. Nou, weet ik. We gaan nu eventjes de poort vertellen. Ja, deze. Deze is het geworden. Deze wil ik niet hebben, maar dit is dus ja, de GT3. Is een sportklasse voor de echte race die ze rijden. De GT3-klasse is heel bekend. Maar deze is dan, die van ons was 420 pk, daar staat hij hè? Hier ook hier. Die van ons? Die van ons doen we weer. Weet je wat deze, heet? 500 pk. En die heb ook even zo'n kooi-constructie achterin hè? Ja. En een downforce spoiler die echt zorgt voor heel veel druk, anders ga je vliegen, zei hij ook. Ook anthraciet velgen. Maar het mooie is, hij is mooi, ook even die motorkap zo geven. Ja. Maar ja, die van ons kost nu, noem even van ons, 162.000. Deze, als je hem afgeleverd hebt, draait 2,5 ton. Heb je dat liggen? Kijk, hij liggen? Gaat hem even schoonmaken. Ja, door donaties. Hè? Kijk, dit is de Cayman. Hier is 718 Cayman. En die is dan weer, met de aflevering gewoon, onder een ton. Behoorlijk betaalbaar, wel een Porsche. Dat is dat verschil. Hier kan ook niemand achterin, hier is een bank. Nee, dat is echt 2 personen de Cayman. De Carrera is dan zogenaamd 4 personen, is daar gewoon niet. Kijk hoe diep je ook zit hier, hè? Ja. Zie je, dit is gewoon een mooi zwarte kamer. Ja, toch vind deze ook mooi, hoor. Deze is gewoon betaalbaar, zie je, de 718 Cayman. Deze en dit is bijna dezelfde die we hadden, de 4 GTS. Deze is iets sneller dan die we hadden. De Carrera S is ietsje. Is een klasje hoger. Niet volledig leer, semi-leer. We hadden volledig leer, dit is semi-leer. Ook mooi, hè, blauw? Ja, supermooi. Ook heel mooi. Supermooi. Deze is iets duurder. Deze kost 202.000. Aflevering kosten. Dan heb je de 4 GTS. Die is dan net een klassetje hoger dan de Carrera. S. Nou, lieve D, Wendy. Hoe voelt het nou ineens een knop? Hé? Hey? Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik vind hem erg groot, moet ik je zeggen. Kan hem hier. Maar dan heb je hier toch een grote, hoor, deze. Ja, ik vind hem eigenlijk, ja. Je vindt het wel mooi. Ik heb liever wat kleinere auto. Precies voor de mensen. Dit is dus exact de Enzo Knolbak, de Panamera 4. Die Enzo Knol ongeveer 1,5 jaar geleden gekocht heeft. Voor 150.000 euro ongeveer. Zo gedekt is. Ik denk door de donaties. Dat is heel mooi. Enzo heeft hem zwart of vind je dit mooi? Ik heb die van Enzo nog niet echt gezien, moet ik je eerlijk zeggen. Wat? Ik denk dat hij in zwart mooier is. Dit is de 911 Turbo S. Dit is gewoon een... Maar deze heeft geen remklauwen. Dit is dan een eigen basic bakje. Ja, zijn kabel. Geen klauwen. Omdat hij toch blauw is, is dat geen helemaal. Ja, welke auto vinden jullie het mooist? Die met coupé? Ja, ik vind hem. Ja, waar zou ik nog in doen? Ja, die moet ik zien. Ik vind deze kleur al heel mooi. Ja, dat is ook zo. Je hebt een allemaal. Ja. Die vind ik ook mooi, die het ook wel gaat op doen, maar dit is er net even te groot, vind ik. Ja. Zou jij een foto van ons willen maken? Ja, natuurlijk. Gewoon bij deze auto. Ja, leuk genoeg. Heel erg leuk. Ja, dan moet je wel. Nog even zo mee. Nog even. Dankjewel.